chaque fois qu'on coupe un arbre dans certains coins d'Ardennes, on doit passer le tronc au détecteur de mines. Aujourd'hui encore, 40 ans après la bataille d'Ardennes, les bûcherons continuent de casser leurs scies sur des shrapnels ou des morceaux de métal dans les troncs d'arbres. En fait, pendant la guerre, l'Ardenne ne souffre guère. On a bien vu passer les colonnes allemandes en 1940, le Blitzkrieg, on appelait ça, et puis plus rien. Il n'y a quasiment pas d'occupants en Ardenne. Le maquis a les mains relativement libres. Et même pour le ravitaillement, on ne souffre guère. On mange à sa faim. Le 13 septembre 1944, les Américains ont libéré Malmedy à quelques kilomètres d'ici. Et trois mois plus tard, en décembre, ils ne sont pas beaucoup plus loin, quelques kilomètres plus loin. Le front n'a pas bougé. Alors, des questions se posent. Va-t-on voir revenir ces Allemands qu'on a vus passer en septembre en pleine déroute? Vont-ils contre-attaquer dans le massif impénétrable des Ardennes en plein hiver? Est-ce vraiment possible? Autant de questions auxquelles nous essayons de répondre dans les cinq dernières émissions de la série 44-84. Aujourd'hui, la première de ces cinq émissions Bataille des Ardennes, nous n'allons pas vous parler de la bataille elle-même, mais de tout ce qui précède immédiatement. Alors, reportons-nous juste après la libération. Op 17 september 1944 begint in Nederland de operatie Market Garden. Nooit tevoren hebben de geallieerden voor één enkele operatie zoveel troepen geparachuteerd. 20.000 parachutisten worden gedropt bij Arnhem en bij de brug over de Maas en de Rijn. Nog eens 15.000 man wordt met zweefvliegtuigen overgevlogen. Er worden 5.000 ton materieel en 2.000 voertuigen aangevoerd. Het doel van de operatie is drievoudig. Ten eerste zoveel mogelijk Duitse troepen isoleren in het uitgestrekte Nederlandse deltagebied. Ten tweede de Noord-Duitse vlakte openen voor tanks. En ten derde de blokkade van de haven van Antwerpen opheffen. De operatie begint goed. Veel Duitsers worden gevangen gemaakt. Maar de Duitse troepensterkte is verkeerd ingeschat. De Britse parachutisten stuiten op de 9e en de 10e SS-panzerdivisies die zich toevallig daar bevinden. Ze worden ingesloten. De 1e luchtlandingsdivisie voert in Arnhem een hopeloze strijd. Door het slechte weer en de gebrekkige radioverbindingen kunnen geen versterkingen worden aangevoerd en de operatie mislukt. Op 25 september krijgen de overlevenden het bevel zich terug te trekken. Van de 10.000 man van de Britse 1e luchtlandingsdivisie kunnen er zich nauwelijks 2.000 weer bij het geallieerde leger voegen. Arnhem is een mislukking. Eén brug te ver, maar de geallieerden houden wel stand tussen Grave en het zuiden van Arnhem. En dat gebied zal hun uitvalsbasis worden tijdens het grote offensief van februari 1945. De operatie is dus toch geen complete mislukking. Er zijn veel gevangenen gemaakt en Duitsland is weer een beetje zwakker. Op 6 oktober begint de slag om de Scheldemonding vrij te maken, om zodoende de haven van Antwerpen te kunnen openen. Daartoe moeten Zeeland en het hele gebied ten zuiden van de Maas worden veroverd. Na verbeterde gevechten op een moeilijk terrein, hopeloos vlak en versnipperd door kanalen, vallen Zeeuws-Vlaanderen en de eilanden, waaronder Walcheren, in geallieerde handen. De Canadezen en de Britten lijden zware verliezen. 27.000 doden, gewonden en vermisten, evenveel als voor de verovering van Sicilië. De Scheldemonding is vrijgemaakt, maar nu moeten de mijnen in de rivier nog worden opgeruimd. Antwerpen werd op 4 september al bevrijd, maar pas op 27 november vaart het eerste geallieerde schip de onbeschadigde haven binnen.
By the opening of the great port of Antwerp, with its miles of docks and its vast facilities for the landing of supplies, our minesweepers have magnificently rounded off the work of the armies in Holland. And now the first Allied convoys of big ships have arrived. Obviously, the opening of this port, the fourth largest in the world, is an event of major significance for future operations. It's also led to the more than welcome news of home leave for men of the Second Army in the new year. Ons land heeft, alles wel beschouwd, weinig oorlogsschade geleden en de opening van de haven van Antwerpen is een onverhoopte kans voor de wederopbouw van België. Vanaf 27 november draait Antwerpen op volle toeren in dienst van de geallieerden. En samen met het geallieerde leger komt er overal ook een burgerlijk bestuur dat zich bezighoudt met de bevoorrading van de bevolking en de heruitrusting van de industrie, de havens en de verbindingswegen. De Belgische fabrieken draaien weer. De Belgen gaan weer aan het werk. In ons land komt de economie veel sneller weer op gang dan in onze buurlanden. De Britten hebben vanaf 1941 bombardementen uitgevoerd boven Duitsland. Precisiebombardementen van zorgvuldig uitgekozen doelwitten. Maar vanaf 1942, met de komst van de Amerikanen en hun vliegende forten, worden die bombardementen steeds groter en heviger. De geallieerden willen de Duitse economie breken. Duizenden bommenwerpers, geëscorteerd door een dicht gordijn van jagers, dringen tot diep in Duitsland en verwoesten alle grote steden. De geallieerden zijn ervan overtuigd dat ze de fabrieken van het Rijk met de grond gelijk hebben gemaakt. Omstreeks half november lanceert Eisenhower een dubbel offensief tegen Zeeuwen-Grigny aan de weerszijde van het massief van de Ardennen. In het zuiden valt Patton het Saargebied aan. Ze probeert in het noorden het Amerikaanse eerste leger door de Siegfriedlinie te breken om door te stoten tot de Rijn. Maar de operaties van de geallieerden worden sterk gehinderd door het slechte weer. De Duitsers slaan hard terug en er worden verbeterde gevechten geleverd. Toch kunnen de Amerikanen ten oosten van Aken een grote bres slaan in de Siegfriedlinie en op 21 oktober valt Aken. Aken, de eerste Duitse stad die in geallieerde handen valt, is één puinhoop. De geallieerden juichen. German city, which at one time was said by Hitler to symbolize German resistance, is now one large ruin. A good example of that simple fact is the famous Quellenhof Hotel, originally a palace, it's reported that Hitler and Göring were there only about a month ago. Pity they didn't stay on a little longer. Yes, pretty well all of Aachen is a ruin, and here are the last of the Hun defenders on their way out after the surrender. A few Germans were still running, as the remnant of the garrison were marched away. Maybe Hitler was right for once. Aachen is a symbolic town, symbolic of Germany's total defeat. Voilà comment on voyait la guerre du côté des Alliés, terminée dans quelques semaines. Mais du côté allemand, c'est une autre image que l'on donne dans les salles de cinéma au début du mois de novembre. Während im Osten der Schicksalskampf um den Bestand der Nation weiter tobt, sind im Westen nunmehr auch auf breiter Front Briten, Kanadier und Amerikaner zum Großangriff angetreten. Zur Abriegelung einer Einbruchstelle werden Reserven auf Panzerfahrzeugen in den Kampf geworfen. Das sind unsere Stellungen an der Röhr, die im Mittelpunkt der Kämpfe stehen. Ja.
hier aus schlägt den angreifenden feindlichen Divisionen Sperrfeuer entgegen. Bei Jülich gehen deutsche Eingreifreserven zum Gegenstoß über. Wo der Gegner angreift, stößt er auf den verbissenen Widerstand unserer Grenadiere und Fallschirmjäger. Wat gaat er op dit ogenblik in Hitler om? Hij is zich bewust van de ernst van de situatie. Hij ondergaat de gebeurtenissen. Het Grote Reich is tot zijn grenzen teruggebracht. In het westen houdt alleen de Rijn de geallieerden nog van de race naar Berlijn af. In het oosten bedreigt het Rode Leger Silesië al is het nog ver verwijderd van het hart van Duitsland. Teheran, Potsdam. Tijdens de opeenvolgende conferenties verdelen de grote drie, Churchill, Roosevelt en Stalin, de wereld. Op één punt zijn ze het roerend eens. Duitsland moet zich onvoorwaardelijk overgeven. De geallieerden willen van Duitsland een agrarisch en pastoraal land maken. Dat is voor de Duitsers onaanvaardbaar. De enige hoop van Hitler is de geallieerden te verdelen. De geallieerden blijven Duitsland dag en nacht bombarderen om de industrie te vernietigen. Maar het effect is gering. De Duitse industrie blijft op volle toeren draaien. De fabrieken zijn verplaatst, ondergronds gebracht of verborgen. In 1944 produceert Duitsland meer munitie en wapens dan ooit tevoren. Dat is het werk van een geniaal organisator, de minister voor bewapening en favoriet van Hitler, Albert Speer. Of course it's not possible to increase the production of tanks or any other armament devices so easily in within a few weeks. That is all in the program. And the program to increase production mainly of the tanks was decided for me almost a year before. But it was a tremendous program, and we had the possibility, the program was now running, to deliver to the armies much more units than before. But it's necessary to say, too, that we would have produced 30% more tanks if not the air attacks of the British mainly and of the Americans would have reduced our production by 30%. Voici la dernière réalisation de la production allemande de chars d'assaut, le Tigre. Le canon d'un calibre de 88 mm fait du Tigre un adversaire des plus redoutables pour les chars ennemis. Le Tigre satisfait aux trois exigences principales que réclame la construction du char moderne, très grande vitesse, puissance de tir et sûreté. Un grand chêne d'un mètre de diamètre est complètement déraciné. Même cette maison solidement construite n'est pas un obstacle suffisant pour arrêter l'avance du Tigre. De Duitse industrie is niet verpletterd. Duitsland produceert zelfs meer tanks dan in 1943. Een van de nieuwe wapens van 1944 is de Tiger, een gevaarte van 70 ton waarmee de elite troepen van het Ardennenoffensief zullen worden uitgerust. Er worden ook geheime wapens geproduceerd. De V1, de vliegende bom, is het eerste van de geheime wapens die Hitler met veel omhaal op de radio heeft aangekondigd.
De geallieerden kunnen de V1 al vlug onderscheppen, maar Londen wordt toch enorm zwaar getroffen. Antwerpen en Luik zijn bevoorrechte doelwitten. In een paar weken tijd zullen 1200 V1's op Antwerpen vallen. Die moordtuigen maken in België meer dan 4000 slachtoffers, ondanks de luchtverdedigingsmuur van de geallieerden. En de V2 is nog erger dan de V1. Het is een echte raket. Ze nadert ongemerkt. De V2 is een onafweerbaar wapen. Het is het tweede geheime wapen dat Hitler eind 44 in de strijd werpt. Maar er is nog meer. Goebbels wordt belast met de organisatie van de totale krieg, de totale oorlog. Ik vraag u, zijn hier entlassen, de Führer in de erkämpfung des Sieges, durch dick und dünn und unter Aufnahme auf der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? De totale oorlog betekent dat elke Duitser zich oorlogsinspanningen moet getroosten. De vrouwen trekken massaal naar de werkplaatsen. Miljoenen gevangenen en dwangarbeiders doen de wapenfabrieken draaien. In deze nieuwe organisatie is er geen plaats meer voor ontspanning. Het hele culturele leven verdwijnt. Schouwburgen, bioscopen en variététheaters gaan dicht. Alles wat niet direct bijdraagt tot de overwinning wordt stilgelegd. Er wordt een nieuw leger uit de grond gestampt. De Volksgrenadierdivisies, het Volksleger dus. Het krijgt een korte opleiding en wordt dan meteen in de strijd geworpen. Maar dat betekent dat duizenden jonge technici, ingenieurs en gespecialiseerde industriearbeiders de fabrieken verlaten. Voor de minister voor bewapening is dat een ramp. It was a problem which couldn't be solved in this time, that Hitler wanted on one side more weapons, on the other side more soldiers. And both things together were not fitting. But those divisions were built up. The so-called Volksgrenadier Division and People's Guards Divisions, and but they were trained in a very short time, and I think they were not as good as they would have been if they would have been a longer training. Na de jeugd worden nu ook de grijzaards gemobiliseerd in de Volkssturm. Deze landverdedigers krijgen een panzervuist toegestopt. Dat is niet eens een geweer, het is een panserdoorborende granaat voor eenmalig gebruik. Het einde is nu werkelijk in zicht. Maar Hitler loopt met een andere gedachte rond. Vanaf 16 september wil hij weer het initiatief nemen en in de aanval gaan. Hij laat zijn chefstaf, generaal Jodl, een plan opstellen voor een tegenoffensief in het westen. De legerstaf werkt een aantal operatieplannen uit, maar Hitler heeft zijn keus al op de Ardennen laten vallen.
Hitler n'a aucune confiance dans ses généraux. Il n'a plus confiance qu'en lui-même. Et il faut dire qu'au cours de la guerre, chaque fois qu'il a voulu frapper fort, chaque fois qu'il a voulu passer à l'offensive, il a réussi, même si l'entreprise paraissait à première vue impossible. Il veut réitérer cette fois le coup de 1940. C'est l'Ardenne qu'il veut traverser, comme en 1940, comme en 1914. Son but, c'est Anvers. Anvers, le seul grand port de mer aux mains des Alliés. Ses généraux sont frappés de stupeur. Mais il est vrai qu'Anvers est tout près du massif supposé impénétrable de l'Ardenne. Hitler charge son chef d'état-major d'étudier l'application du plan. À l'état-major, on fait la grimace, surtout le vieux maréchal von Rundstedt qui doit donner son nom à ce plan. D'autres généraux désapprouvent également cette opération, d'autant plus qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez de moyens pour un objectif aussi éloigné. Dès lors, ils présentent à Hitler un autre plan, un plan plus modeste. Son but, atteindre la Meuse et s'emparer de Liège par deux attaques convergentes, l'une traversant l'Ardenne, un peu au nord de Luxembourg, l'autre venant de Aix-la-Chapelle. La réponse est non. Hitler refuse de dévier d'un pouce. Le but sera Anvers, comme il l'a décidé dès le départ. Le vieux maréchal von Rundstedt se réfugie dans un mépris distant. Les autres généraux, eh bien, ils se résignent à appliquer le plan du Führer. De opnieuw geformeerde of opnieuw georganiseerde eenheden moeten naar het front worden gebracht en daar ergens verborgen worden. Voor dat doel zijn de bossen van het Eifelgebied uitstekend geschikt. Hele dorpen worden geëvacueerd om plaats te maken voor de militairen en vooral om de geheimhouding van de operatie te verzekeren. Hele eenheden worden teruggeroepen van het Oostfront. Om ze over de Rijn te brengen worden de bruggen versterkt. Er worden sporen aangelegd op de bruggen en de veerponten worden omgebouwd voor het transport van locomotieven en zware tanks. Tonnen materiaal worden op die manier overgebracht naar verborgen opslagplaatsen in de Eifel. Rolf Ehrhardt is bestuurder van een Tiger-tank bij de 1e SS-divisie. Ursprünglichen Vorbereitungen, die von uns als kleinen Soldaten natürlich nicht erkennbar waren, war die Vorbereitstellung, möchte ich sagen, im Raum Euskirchen. Dorthin kamen wir etwa um die Novembermitte und wir waren der Meinung, dass der Aufenthalt dort nur Stunden oder vielleicht bestenfalls Tage sein könnte. Und dann sollte es weitergehen, was uns bekannt war, jedenfalls auch unseren Einheitsführern. Und dann kamen irgendwelche Befehle, nach denen wir in die Dörfer, an denen wir gerade standen, unterzogen, also quartierbezogen, Massenquartier, zum Teil auch Privatquartiere. Wie gesagt, etwa Mitte November. De konvooien volgen elkaar op. De Haagbaan, de Duitse spoorwegen, worden gereorganiseerd. Een paar jachtsquadrons worden teruggebracht van het Oostfront. Alles is nu in gereedheid. Luitenant Guderian van de 116e Panzerdivisie. We waren personeel vol aufgefrischt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Ausbildung nicht ausreichend war, weil wir in dieser kurzen Auffrischungszeit gar nicht in der Lage waren, noch wieder für das Gefecht auszubilden. Materiell waren wir verhältnismäßig gut wieder ausgestattet, allerdings fehlten uns doch etwa mehr als die Hälfte der Panzer. Und wenn man von den einsatzbereiten Panzern ausgeht, dann sind die Zahlen, mit denen oft gespielt wird, leider übertrieben. Wir hatten insgesamt einsatzfähig an Panzern 29 Panther, 16 Panther 4 und 6 Sturmgeschütze am ersten Angriffstage zur Verfügung. Maar niet al het materieel is nieuw.
Dat is gereserveerd voor de elite-eenheden. Alle mogelijke transportmiddelen worden ingezet. Aan het hoofd van de verkenningscompagnie van de 2e Panzerdivisie staat de jonge luitenant Rudolf Siebert. Die voorbereiding begon Anfang Dezember 1944. En zwar in der Form, dat keine Bewegungen van Fahrzeugen op den Straßen vorgenommen werden durften, aus denen man bei dem Geräusch entnehmen konnte, dass dort Truppenbewegungen sind. Es wurden zum Beispiel die leichten Spähwagen der Aufklärungskompanien mit Pferden gezogen, denen man die Hufe mit Stoff umwickelt hatte, damit man keinen Lärm machte und man nicht erkennen konnte von der anderen Seite, dass dort Bewegungen vor sich gingen. Es war auch verboten, Erkundungen in der Nähe der Uhr durchzuführen in der Uniform von Offizieren. Wir mussten uns die Uniform von niedrigen Dienstgraden anziehen und durften keine Kartenbretter und auch keine Ferngläser mitnehmen. Hitler heeft nog een troefkaart, kolonel von der Heide. Hij moet met zijn parachutisten de eerste nacht van de aanval boven de Hoge Venen landen en de wegen blokkeren. Maar zijn man en de piloten die hen moeten droppen zijn onvoldoende opgeleid en de operatie wordt een mislukking. Hitler roept Otto Skorzeny bij zich. Skorzeny heeft naam gemaakt door in 1943 Mussolini op een spectaculaire manier te bevrijden. Hij krijgt nu de opdracht om achter de geallieerde linies te infiltreren. Skorzeny leidt 2000 commando's op. Ze zullen in Amerikaans uniform opereren. Karl Meinhardt is één van ze. De groep was in troepenübungsplaats Grafenwöhr bij Nürnberg samengesteld worden. En zwar een panzercompagnie uit de 4e Panzer, aus der 4. Kompanie Panzerregiment 11 und es bezog sich alles auf Freiwillige, denen man also gesagt hatte, über diesen Einsatz in amerikanischer Uniform, man würde dort den Krieg entscheiden. Unser Auftrag war, hinter den deutschen Angriffstruppen im Bereich Hüllingen, Hütchenbach, Weißmüß, Bourgnay, Lundeville durchzustoßen, um durch die Front durchzukommen. Um dann hinter der Front als amerikanisch getarnte Panzer weiter zu operieren und die Maßbrücken zu erreichen. Wussten Sie eigentlich, welches Risiko für Sie als Soldaten mit einem solchen Auftrag verbunden war? Wir wussten damals als junge Leute klar das Risiko, dass falls wir in Gefangenschaft gekommen wären, von den Amerikanern erschossen worden wären, weil wir ja auch amerikanische Uniformen hatten. Laten wir even die Situation überlaufen. Het Amerikaanse 9e leger heeft na zeer zware gevechten met het Duitse 15e leger Aken ingenomen. Daar zijn ze blijven steken. Ten zuiden van ze, tussen Verviers en Luxemburg, ligt het Amerikaanse 1e leger, maar dat is een zeer spaarzaam bemande linie. De toute façon, il faut bien vous dire ceci. Les Américains sont prêts à reculer si les Allemands devaient attaquer en Ardennes. Cela vous paraît invraisemblable. Écoutez ce que Eisenhower et Bradley disent le 8 novembre à Bastogne au général Middleton, commandant du 8e corps. En cas d'attaque allemande, Middleton devra faire retraite jusqu'à la Meuse s'il le faut. Si jamais une telle attaque se produisait, Bradley ordonnerait à ses blindés d'attaquer les flancs de l'ennemi. De plus, Eisenhower ajoute, la responsabilité du maintien des seules 4 divisions du 8e corps en Ardennes et des risques de profonde pénétration allemande reposent entièrement sur moi. Pour eux, c'est un risque calculé, calculé à la légère, parce que les Américains ne croient pas à une attaque allemande en hiver en Ardennes. Maar de Duitsers verzamelen hun troepen in de Eifel tegenover de Ardennen. Het 6e SS-leger zal, samen met het 5e SS-leger, de speerpunt van de aanval vormen. En het 7e leger moet de zuidelijke flank dekken. The Allied intelligence officers failed to
comprehend what was about to happen in the West. I call it the most abysmal failure of battlefield intelligence in the history of the United States Army. It was indeed a failure. Now, 40 years later, as we look back on it, we must remember that the German Führer, Adolf Hitler, had prepared a very clever deception scheme. He directed many radio messages to indicate that everything was assembling in the north, and there would be the big counterattack once the Americans began their offensive in the vicinity of Cologne. Now, he did direct radio silence about anything connected with the offensive in the Ardennes. We did have a number of reconnaissance patrols over the region opposite the Ardennes, but because we were expecting a counterattack in the north, we directed most of our reconnaissance there, so that there were very few reports of buildup in the region opposite the Ardennes, but there were some. Now, in the autumn of 44, what does strategic intelligence do? Well, there are two important contributions in that respect. One, I think, is unknown until this point. We had, during the war, a special intelligence, the Americans had, a special intelligence which we call MAGIC. In September 1944, soon after Hitler made his decision to launch an offensive in the Ardennes, he talked with the Japanese ambassador to Berlin, Baron Oshima. And Baron Oshima immediately reported this fact. Hitler told him there would be an offensive in the West in November, when the weather was bad and the Allied air forces would be grounded. Baron Oshima has immediately reported this to the Foreign Office in Tokyo, and just as quickly the Americans have intercepted it, and it was on the desk of the intelligence chief in the Pentagon. Now, when November came and nothing had happened, Baron Oshima went to the German Foreign Minister von Ribbentrop and said, "What about this offensive that Hitler has promised in the West?" And von Ribbentrop assured him it was still to come. He said it was absolutely impossible for Germany to survive if it stood strictly on the offensive. There had to be an offensive in the West if Germany, the Third Reich, was to survive. Now, this too was soon on the desk of the intelligence chiefs in the Pentagon. In the Pentagon, did it reach Eisenhower in Europe? I can't find absolute proof of it reaching Eisenhower, but it seems absolutely incomprehensible that it would not go to the Supreme Commander in Europe. Eisenhower beschikt bovendien over nog een informatiebron, Enigma. Want de Britten zijn erin geslaagd de Duitse geheime code, die is gebaseerd op de draagbare machine Enigma, te breken. Alle Duitse boodschappen worden ogenblikkelijk in Londen gedecodeerd en naar Eisenhower gestuurd. En ook die boodschappen zijn zeer onthullend. It's 3 weeks before the offensive began. There began frantic messages from Army Group B, the headquarters that was to be in charge of the offensive in the Ardennes, frantic messages from this headquarters to the Luftwaffe demanding aerial reconnaissance of the bridges over the Meuse River in the Ardennes. These were followed by frantic messages demanding reconnaissance of road centers in the Ardennes, such as Saint-Vith and Signy. Other messages demanding reconnaissance of the vicinity of Liège, looking for American reserves. What reserves were there? Were there tanks? Were there big supply depots? All these things would hardly seem to indicate an offensive in the north, a counterattack in the north. They had something to do with the Ardennes. But there were so many other indications of the counterattack in the north that Allied intelligence officers, to a man, discounted these messages. Biefelds is een dorpje in het Groothertogdom Luxemburg, een paar kilometer van de Duitse grens. Alles is rustig, maar op 30 november wordt een deel van de bevolking door de terugtrekkende Duitsers meegenomen. Elise de Lee is één van ze. Ze is geen echte gevangene. Een Duitse vrouw uit Bietboek biedt haar een paar dagen onderdak en raadt haar dan aan terug te keren naar het Groothertogdom waar haar zoon woont. Ça fait à peu près 20 kilomètres que vous avez fait à pied. Qu'est-ce que vous avez vu sur la route? Rien que des militaires et... Des militaires qui se préparaient pour quelque chose? Qui venaient pour la frontière ici, n'est-ce pas?
Et ils étaient comment? À pied, en camion? En auto. Il y avait des chevaux aussi? Des chevaux, des canons, tout. Des chars? Oui. J'ai vu que qu'ils étaient prêts à rentrer dans le, encore une fois dans le Grand-Duché, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils sont revenus. Et quand vous êtes revenu, vous, au Grand-Duché, vous avez voulu parler, le dire? Alors, c'était les Américains qui étaient à Vianden. Ils m'ont conduit dans l'hôtel de ville avec monsieur le bourgmestre Abens. Et alors, j'avais cru de rester chez mon fils, mais les Américains m'ont conduit tout l'après-midi déjà à Diekirch, et puis de là à Wils, et puis après, quelques jours, à Bastogne. Et là, c'était l'offensive, n'est-ce pas? Après 4 interrogatoires à des échelons différents, les renseignements d'Élise Delay arriveront au quartier général de la 1ère armée à Spa. Là, l'officier de renseignement, le G2, note « Information intéressante, arrivée d'unités confirmées, notamment de génie avec équipage de pont, présence de nombreuses pièces d'artillerie tirées par des chevaux. De plus, on signale des unités SS non renseignées dans la région. Tous ces renseignements suggèrent la préparation d'une offensive. Mais voilà, ce message n'arrivera apparemment jamais au quartier général de Bradley à Luxembourg. Bradley qui, le 16 décembre, quittera tranquillement son quartier général pour Versailles. In België heeft het leven zijn gewone gang hernomen. Na de zomervakantie zijn de scholen eindelijk weer open gegaan. Er zijn natuurlijk nog bevoorradingsproblemen en de winter van 1944 zet streng in. Steenkool wordt een kostbaar goed. Het leger houdt zich met de distributie bezig. Zich verwarmen is nu de eerste zorg. Vanaf september vallen de V1's, de vliegende bommen, op de steden. De kinderen worden naar het platteland gestuurd, want in de stad is het te gevaarlijk. Veel treinen rijden naar de Ardennen en daar zullen ze wel veilig zijn. Het leven gaat echt weer zijn normale gang. 6 december 1944 is een dag die de oorlogskinderen niet gauw zullen vergeten. Ze zien niets dan blije gezichten om zich heen. Elk gezin heeft zijn GI uitgenodigd. Het snoep is wel heel gewoon, maar het smaakt heerlijk. Tussen de soldaten en de kinderen is het de grote liefde. Voor de GI's en de Tommies zijn deze kinderen zo'n beetje hun eigen kinderen. Het 4 uurtje van warme chocola en krentenbrood lijkt wel een feestmaal. Voor de soldaten is de pakjestijd aangebroken. De militaire post wordt overspoeld door brieven en pakjes van over het kanaal en van over de oceaan. Generaal Eisenhower neemt nu al zijn kerstboodschap op. I've asked you, ma'am, to meet me at this spot today, so that I could be perfectly certain of saying Merry Christmas to one man, one sailor, one soldier, one airman from each of the United States, France, and the British Empire. De soldaten die een kerst in het ziekenhuis doorbrengen, zullen het nog het warmst hebben.
Ook hier worden slingers opgehangen en bomen opgetuigd voor de komende feestdagen. De GI's hopen dat dit de laatste eindjaarsfeesten zullen zijn die ze ver van huis doorbrengen. De soldaten aan het front kijken zuur bij de gedachte dat zij hun kerst in een kuil zullen doorbrengen. Das habe ich eigentlich erst erfahren, ich persönlich, zwei Tage vor Beginn, als der General von Manteuffel vor einem bestimmten Kreis von Offizieren erklärte, dass eine solche Division, ein solcher Angriff bevorstand, unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit. Die Moral der Truppe hatte sich durch das Wunder vom Westwall, wie man ja beinahe sagen kann, im September 1944 schon gefestigt und war, als wir nun in der Eifel sahen, was dort alles aufmarschierte, doch ganz gut. Wir waren zuversichtlich, dass wir einen Erfolg erringen könnten. December 1944. In Rochefort strijkt mevrouw Boucha haar mooiste japon, want morgen dineert ze met de Amerikanen om de bevrijding te vieren. Bakker Remakele uit Stavelot ligt al onder de wol. Hij staat morgen om 3 uur op om aan het zondagse gebak te beginnen. Meneer en mevrouw Delcourt zijn een gelukkig jong stel. Hun kindje van 2 maanden slaapt met gebalde vuistjes. De zusters van onze lieve vrouw in Bastenaken bereiden het kerstfeest voor. En de internen bereiden zich voor op de examens. Het zal weldra vakantie zijn. In Villers-la-Bonneau is de oorlog ver weg. Het wordt een rustige avond bij de familie Garcia. Gaëtan Delecaux, een 9-jarig Brusselaartje, is pas aangekomen in Monaville bij Bastenaken. Hij poft. Hij logeert op een boerderij waar hij genoeg te eten krijgt en ver weg is van de V1's. Mevrouw Jacobs heeft de hoede over 30 kinderen in een home bij Trois Ponts. Daar zijn ze ver van het oorlogsrumoer verwijderd. Er zijn wel problemen met de bevoorrading, maar verder mogen ze niet mopperen. Meneer Grégoire uit La Glaise zal vanavond laat thuiskomen. Hij is met de fiets naar Stavelot, waar hij avondles volgt. Meneer Prins uit Cheneux is tevreden. De koeien zijn gemolken en hij denkt aan het bal van de bevrijding morgenavond in de gemeentelijke feestzaal. Hij is 20. Bij de Dislaire in Houffalize zal moeder haar best doen om dit jaar met kerstmis een koninklijk maal op tafel te brengen. In Sankt-Vith is mevrouw Meurer alleen bij haar kinderen. Ze heeft geen nieuws over haar man die gedwongen werd dienst te nemen bij de Weermacht. De Amerikanen die op de boerderijen van Hansius, een paar kilometer van het front, zijn ondergebracht, verheugen zich al op het optreden van Marlene Dietrich, morgenavond in de buurt van Elsenborn. De Ardennen slapen. De aanval is voorzien voor 6:30 's morgens.